De Waddenzee verdient veel betere bescherming. De wetten zijn er wel, maar de overheid let er te weinig op. En daarom komen we als D66 met een initiatiefwetsvoorstel om de Waddenzee eigen rechten te geven, zodat de Waddenzee zelf voor die prachtige natuur kan gaan knokken. En dat doe ik samen met Jan Terlouw. Het is een gebied wat zo ongelooflijk rijk is aan natuur. En wat zo belangrijk is voor vogels, voor allerlei zeedieren. En dan zeggen mensen, hoe kan nou een natuurgebied voor zichzelf opkomen als rechtspersoon? Hoe zit het dan met kinderen? Die kunnen toch ook niet voor zichzelf opkomen? En daarvan vinden we doodgewoon dat ze rechten hebben. En dat moet voor de natuur ook gelden. Iemand moet ervoor knokken, ook als het gaat om bijvoorbeeld zo'n ramp met de MSC Zoe, die heel veel containers verloor. En dan wordt er een heel gering bedrag vergoed aan de overheid om het op te ruimen. Maar ja, moet je voorstellen, als het een eigen rechtspersoon is, dan kan die zelf de Waddenzee zeggen tegen MSC Zoe, ik heb hier schade, je moet mij schade vergoeden. En wie gaan jullie nou de bevoegdheid geven om op te treden voor de Waddenzee als rechtspersoon? Waar het op neerkomt is dat het een organisatie is die de publieke taak krijgt, de wettelijke taak, om voor de belangen van de Waddenzee op te komen. En dat maakt het dus dat je eigenlijk langs die organisatie moet als je een vergunning wilt hebben. En dat die organisatie een claim tot schadevergoeding kan indienen namens de Waddenzee. De natuur moet voor zichzelf zorgen. En heel veel organismen zorgen ook voor de natuur. En de mens die zorgt voor zichzelf. En die let niet op de belangen van de natuur. En daar moeten we heel gauw mee ophouden, Tjeerd. Want het gaat totaal verkeerd. Als je ziet wat door de klimaatverandering allemaal teweeg wordt gebracht, dat is niet te beschrijven. En daarom alles wat we kunnen doen om de natuur rechten te geven, om de natuur te helpen voor zichzelf op te komen, dat moeten we doen. Vandaag beginnen.